dag luisteraars. De eerste oefening die gaat zo. Ja. Oefening waarbij je rechtop zit, min of meer rechtop zit. En je zorgt dat je ene knie bij de hak van je andere voet komt. En gelijktijdig druk je beide knieën tegen de grond. Ik zei min of meer rechtop. Het is leuk om een heel klein beetje met je romphouding te variëren. Dan zal je merken dat de oefening ook net even anders wordt. Dus nu zit ik wat meer rechtop. Nu ga ik wat meer naar achter. Maar het principe is steeds hetzelfde. Beide knieën gelijktijdig tegen de grond. Dan moet u een kleine vering in de knieën geven. Dan houdt u het paard erin. Zwaai rond als een slinger. Hop en weg. Beide knieën gelijktijdig tegen de grond aandrukken en deze knie in de buurt van die hak. Dat is de eerste. De tweede, die beweging, dus ik zal hem nog één keer zeggen. Rotatie om je sagittale as. Je benen zwaar maken, ontspannen. Je doet niks met je benen bewegen, maar je doet het niet met je benen. Je doet het hier ergens. Ja, zwaai eender en twee. Steeds die vering in de knieën. Om en om. Ja hoor, gaat goed. Zwaai rond. Rechte arm houden. En dan de derde. Armen daar ergens, gespreid. Daar. 90 graden in je heupen, knieën tegen elkaar. Ik ga voor afwisseling eens de andere kant op. Hier, eventueel met je hand even aanduwen. Goed uitademen. Het gaat erom dat nu die tegenovergestelde schouder bij de grond blijft. Dus knieën bij de grond en de andere schouder ook bij de grond. Dan draait u weer om en om. Gaat goed. Heren hoor, hou de paard erin. Om en om. Hou. Weg. Blijven ademen. Uiteraard hier uitademen. Rustig uitvoeren. Rustig uit, rustig terug, even stop. Heel rustig. Naar voren om, om en om langs de rechterzijde. In voorachterwaartse richting. Veer mee in beide knieën, om en om. Heel rustig. De volgende is een zware oefening. En zeg gelijk iets over je hamstring, spieren aan de achterkant van je bovenbeen of die wel op lengte zijn. Tenen naar je toe, hakken van je af, loodrecht de lucht in, armen weer daar ergens. Heel langzaam, daar heb je buikspieren voor nodig. Heel langzaam opzij en heel gecontroleerd. Heerlijk. Die schouder blijft op de grond. En dan weer terug. Ja, zwaai eender. En vies, steeds die vering in de knieën, om en om. Ja hoor, gaat goed, zwaai rond, rechte arm houden. Hou, weg. Nog een buikspier oefening. Benen op elkaar, daar. Handen achter je hoofd. Je maakt eerst een holle rug. Je voeten komen net niet op de grond. Je maakt een holle rug. En vervolgens trek je met je buikspieren je knieën naar je toe. Hoofd blijft op dezelfde plek. Dus het is anders dan bij de meeste buikspieren. Dat je niet met je bovenlichaam beweegt, maar met je onderlijf. Hol trekken. Hier kan nu een muisje onderdoor. Dat is goed. En dan bol en dan rechts. Hand 1, 2. Weer wat in de rug, op en neer, maar we blijven voorover. Links, rechts, links, rechts. Halt. Rustig uitvoeren. En we hebben nu, ik weet niet of je meegeteld hebt, 6 oefeningen. Nou, dit is dan voor de buikliggers. Benen weer zwaar maken, dit doe je gewoon lekker op bed, hè? Eigenlijk gewoon.
En dan alsmaar die beweging die jullie net met schaatsen ook gedaan hebben. Omhoog en omlaag. Denk om de schouders, losjes. Makkelijk oververen, links, rechts, links, rechts. Yoga-sfeer gekomen. En die combineer je tussen deze. En dat doe je vaak achter. En dit was voor vandaag de laatste oefening. Goedemorgen, luisteraars.